Goeiedag, mijn naam is Dani Varkenvisser, leider van de Afrikaner Volkspartij. Mijn rede wil handel oor die afsterwe van Constant Viljoen op die 3 april 2020. Dit is gebruikelijk om nadat iemand tot sterwe gekom het, besprekings te hoor uit verskeie oorde van hoe voorbeeldig hy of sy nou eindelijk was, ongeacht hulle tekortkominge, dat daar echter altijd iets is waaraan jij onthou sal word, dit is onvermijdelijk. Dat Constant Viljoen doelbewus en planmatig saam met de Klerk en sy swakkeling regering by samensweringse achter die skerms betrokken was, wat die belangen van die vijanden van die Afrikaner volk eerder as sy eie volkse belangen vooropgestel het, dit is onomstotelijk en ook degelijk gedokumenteerd. Met die blootlegging van die IDASA-complot en Conservative Dialogue Program waarvan generaal Viljoen deel was en wat hoofsakelijk door sy linkse broer, Dr. Abraham Viljoen gedryf is, grenst het mos aan waansinnigheid om generaal Viljoen as sy volksheld te probeer voorhou. Wanneer die voortbestaan, veiligheid en onafhankelijkheid van jou volk totaal vernietig is, is dit mos noodzakelijk dat die lofsangers se lofredes by die werkelijkheid, maar vooral by die waarheid, sal bly terwille van die gewete, maar ook van die geskiedenis. Terwille van wat Afrikaner leiers oor eeuwe opgebou en vir ons nagelaat het, maar wat nou in stof en as lê, is dit noodzakelijk dat ons eerder sal begin grense trek tussen wat waar is en wat verraad is, as om te volhard in ontkenning. Daar moet liever vergeet word van politieke correctheid en eerder geswyg word as om een vals beeld van Afrikanerskap, leierskap, integriteit en loyaliteit te skets waar dit nie hoort nie. Terwyl ons volk oor die afgelope 25 jaar alles wat sedert ons ontstaan, opgebouw was in stof en as sien vertrap word, sing die oorgeblewe politieke dwaalgeeste nog steeds lofsange in die wind. Ten spyte daarvan dat ons medelyde met Constant Viljoen se gesin het, kan miskenning van die werkelijkheid nie daardeur geregverdig word, nog minder die verswyging van die wanstaltigheid van die lofprysinge wat in botsing is met die waarheid. Constant Viljoen se betrokkenheid by die uitverkoping van die Afrikaner volk in samenwerking met de Klerk kan nie deur blote ontkenning gepoog word om dit te laat weggaan nie. As de Klerk as sy verraaier beskou word, dan het Constant Viljoen se doen en late om ewe so in daar die kategorie geplaas. Daarom kan ons met reg vandag vraag, quo vadis, Afrikaner? Ek dank u.